Is het spannend? Is het spannend? Op 20 maart gaan we naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. In de Leidse regio doen 8 partijen mee die het Hoogheemraadschap van Rijnland willen vertegenwoordigen. Waar gaan deze verkiezingen eigenlijk over? In 7 afleveringen gaat journalist Chris Aalberts met een aantal lijsttrekkers in gesprek over wat er te kiezen valt. Bij deze verkiezingen stemmen we op 21 zetels voor het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Rijnland. Er zijn ook 9 zetels die niet gekozen worden. In deze aflevering vragen we ons af of dat wel democratisch is. Waarom is er zo weinig interesse in deze verkiezingen? Wij doen het zo goed dat de burger zo tevreden over ons is dat ze er geen eens meer over nadenken. Aan de ene kant is dat natuurlijk een super compliment. Want het betekent A, dat we het goed doen en B, dat wat we doen, dat ook voor iedereen normaal, gewoon is. Iedereen is er ook aan gewend dat we het goed doen. Anderzijds is het wel eens jammer, omdat we natuurlijk toch ook met gemeenschapsgeld werken. We nemen met elkaar beslissingen, echt ook voor de lange termijn. Hoe democratisch is het waterschap eigenlijk? Ongeveer 1/3 van het bestuur wordt ingenomen door zetels uit het bedrijfsleven en door zetels uit het boerenbedrijf. En het oneerlijke zit erin dat die mensen niet gekozen hoeven te worden, maar die worden aangewezen door de bedrijven en de boereninstellingen zelf. Dat is echt oneerlijk en ook echt ondemocratisch. Een boer kan via LTO Nederland een stem uitbrengen en via de oproeplijst voor de verkiezingen kan die ook zijn stem uitbrengen op de partij die hem of haar belieft, waar die voor kiest. Maar dat zijn 2 stemmen. Ik heb 1 stem. Ja, dat het ondemocratisch is, als je het naar de letter neemt, is dat natuurlijk zo. Aan de andere kant heb ik er ook wel vrede mee dat het zo is. Ik ben ook statenlid geweest. Ik heb er ook ooit aan die kant een keer voor moeten stemmen. Wat namelijk zo is, is dat de categorieën die geborgde zetels hebben, bedrijven, boeren en natuur, hebben natuurlijk ook een groter belang dan het algemeen, een heel specifiek belang wat zij vertegenwoordigen. De VVD is van mening dat de geborgden, dat echt wel zo kan blijven. Want als je ook kijkt naar de projecten en de onderwerpen waar het waterschap zich mee bezighoudt, dan hebben de agrariërs er bijna altijd een grote rol in. We hebben in de gemeenteraad hebben ook niet aparte zetels voor de winkeliersvereniging of voor de natuurvereniging. Het waterschap kan wel bij de provincie bewerkstelligen dat de zetels voor agrariërs en bedrijven worden afgeschaft. Water natuurlijk, Rijnland zal dan ook heel hard lobbyen om te kijken of we van de geborgde zetels of die afgeschaft kunnen worden.